David, proficiat, gloednieuwe fanshop. Wat is er eigenlijk nu veranderd aan de fanshop? Ja, eerst en vooral dank u wel. Er is heel veel veranderd. Buiten het feit dat de Nike sportkledijder is, hebben we het gamma van merchandising en gadgets gevoelig uitgebreid. Dat vertaalt zich op dit moment heel hard in een back-to-school gamma. Dus dat gaat van rugzakken, sportzakken, pennenzakken, kaften, mappen, noem maar op. Dus kinderen die fan zijn van Genk, die kunnen dat zeker in school laten merken. En we hebben het trouwens al gehoord bij de aankoop van de rugzakken dat velen er hun naam op willen laten drukken. Omdat ze schrik hebben dat ze zoveel zakken in school gaan zien dat ze hun eigen zak niet meer gaan terugvinden. Dus dat duidt er wel op dat het toch succesvol is en een heel gewild item. Zijn. Merken jullie ook in de fanshop dat bepaalde spelers iets populairder zijn? Dat er veel vraag naar is naar bepaalde dingen? Dat heeft altijd wel zijn invloed op hoe de spelers op het veld presteren. Het grootste of het beste voorbeeld is heel recent. Toen Okri zijn eerste wedstrijd had gespeeld, was na de wedstrijd eigenlijk enkel en alleen maar vraag naar shirts van Okri. En die vraag is nu wel vrij constant de laatste weken, moet ik zeggen. Ja. Nu, vandaag hebben ze de kans om Okri te ontmoeten, hè, want we zitten hier eventjes buiten de fanshop, want het is druk binnen, want hij is hier, hè? Ja, dat klopt. We hebben nu voor de eerste keer een signeersessie gedaan in de fanshop, met de bedoeling dat we dat maandelijks gaan herhalen. En om toch stevig te openen, hebben we dan maar meteen de successpeler van het moment erbij gevraagd. Dus Okri zit hier en Cagé en Pieter Gerkens. En er zijn toch heel wat mensen op afgekomen. En de bedoeling is dus dat het iedere maand herhaald wordt met telkens weer drie nieuwe spelers. Zodat we op het einde van het seizoen eigenlijk de kans hebben gegeven om met iedereen het foto, praatje te slaan, een handtekening te vragen. En de spelers nemen echt ruim de tijd om met de fans op de foto te gaan. En het werkt ook wel, hè? Want ik zie hier alle mensen en ze komen met iets naar buiten, hè? Ze komen met iets naar buiten ofwel hebben ze al iets mee. Er zijn echt die-hard verzamelaars die shirts hebben waar dat amper nog plaats is om een handtekening bij te zetten. Die dus echt alles verzamelen. En er zijn nu heel veel schoolmappen en zo die naar buiten gaan met dan de handtekeningen van deze spelers op. Ja. Wat zijn de openingsuren eigenlijk van de fanshop? Dus in vergelijking met vroeger zijn die gevoelig uitgebreid. Dus we zijn nu van dinsdag tot en met zaterdag open, van 10 tot 12 en van 1 tot 6. En dan wat klassiek blijft is 2 uur voor de wedstrijd tot 1 uur na de wedstrijd. Nu, dit zijn acties die nu bezig zijn, de signeersessie. Is er nog de bedoeling dat er nog andere acties ook op til komen? Ja, we gaan altijd trachten om zo'n beetje thematische acties te hebben. Dus nu terug naar schoolgamma. Wat ook pas is binnengekomen is een heel nieuwe kledinglijn onder de naam 322, het stamnummer van Genk. En dat is los van de sportkledij eigenlijk een kledinglijn voor zowel mannen, dames, jongens en meisjes. Dus het hele gezin vindt daar zijn gading in. En dat is niet specifiek sportkledij, maar ook kledij die gewoon dagelijks kan gedragen worden. Waar dat altijd wel een toets van KRC Genken voorkomt. Dus die gaat nu gelanceerd worden en dan gaan we ook thematisch werken rond feestdagen, moederdag, vaderdag, zodat we altijd specifiek op doelgroepen kunnen werken, dat iedereen aan bod komt. En wat is nu jouw taak eigenlijk, David? Hier, je bent manager van de fanshop. Ja, ze hebben mij hier verantwoordelijk gesteld om de shop uit te baten, om het een beetje op gang te houden, zeg maar. Het gamma up-to-date te houden, dat er toch altijd wel wat nieuws te beleven valt. En dat is wat het belangrijkste. En de lancering van de online webshop is begin van de zomer gebeurd. Maar dat speelde zich vooral af rond nieuwe truitjes. Maar vanaf deze week, samen met de lancering van de nieuwe website, gaat ook het complete gamma dat in de shop te vinden is, ook online te zien zijn en te bestellen zijn. Hoe zit het nu eigenlijk, de fanshop, met de thuiswedstrijden? Zijn jullie dan ook geopend? Ja, dus we zijn 2 uur voor de wedstrijd en 1 uur na de wedstrijd open. Dus als een wedstrijd op vrijdag of zaterdag valt, dan zijn we eigenlijk van 10 uur 's morgens tot 1 uur na de wedstrijd doorlopend open. Valt die op een zondagmiddag of avond, dan gaan we voor de wedstrijd ook gewoon open gaan. Dat ziet er allemaal goed uit, hè, David. Druk je in de komende tijd voor jou dan? Ja, het is al heel druk geweest met de nieuwe fanshop operationeel te maken, met al de items een plekje te geven. En het blijft druk, want als wij bijvoorbeeld nieuwe producten hebben, als wij nu denken aan
kerstmis, dan zijn dat producten die we toch al voor de zomer hebben moeten bestellen, want alles wordt dus speciaal onder licentie voor Kaarsie Genk gemaakt. Dat is niet dat we vandaag zeggen we willen, zeg maar iets, kerstballen hebben, dat we dat vandaag aan denken, dat we die volgende week in huis hebben. Daar gaat wel 3 tot 4 maanden productietijd over. Dus we zitten eigenlijk al bijna een half jaar op voorhand te denken wat dat we op dat moment in de shop willen hebben, dat we daar nu mee bezig zijn om die producten allemaal laten aan te maken. En zo blijft het eigenlijk constant vernieuwd worden. Kunnen de mensen ook online al de producten bekijken? Ja, op de site kaarsiegenk.be is een link te vinden naar de webshop. En daar gaat het complete gamma dat in de winkel te vinden is, gaat ook online te vinden zijn. Omdat we toch merken dat we zeker en vast niet enkel mensen uit Genk, sowieso niet, of uit Limburg aantrekken. Maar dat er ook echt wel mensen van de kust zijn, Franstaligen. Dus eigenlijk elke provincie heeft toch wel zijn Kaarsie Genk-fans. En voor die is het dan niet altijd evident om naar Genk af te zakken. En daarmee bieden we de dienst aan om ook gewoon het complete gamma online te kunnen bestellen. David, dat ziet er allemaal goed uit, hè? Ik wens jou heel veel succes toe en we komen nog eens een keer terug voor de nieuwe producten ook eens uit te checken, hè? Ja, dat is heel fijn. Altijd welkom en bedankt.